Hallo mensen van YouTube. Hallo mensen van YouTube. Ik ben Jeffrey. En ik ben Olof. En vandaag doen we een nieuw potje Cluster Chunk. We zitten tegen Christian en Dylan. Oeps, ik sloeg hem per ongeluk. Ik zal eventjes frapsnooi weghalen, want dat is... Auw. Maakt niet uit. Wij zijn blauw, jullie rood. Ga niet slaan ofzo, Christian. Stop dan ook. Ja, hij sloeg mij. Nou, en ga gewoon. We zijn blauw? Ja. Oké, we gaan niet te veel aanvallen, oké? Daar haal mijn karretje. Kom terug. Ah, fuck. Godverdomme. Kaartje, kom hier, snel! Ik ben er ook achteraan, ja. Springen is zo dom, dan verlies je AP of food. Damn it, vergeten. Maakt niet uit. Ik denk niet dat we veel verliezen. Jawel, ik ben er al één verloren. Oké. Wacht even. Time set 0-0. Oh nee, wacht, we zijn nog niet klaar. Nee. Is het nu nacht? Ja toch? Volgens mij wel. Of is het 1-0 minder? Het zijn er 3 nullen en jij hebt er 4 gedaan. Oh. Ja, mooi. Gedaan. Jullie weten inmiddels hoe dit in de werk gaat als jullie de eerdere video hebben gekeken. Dus ja. Ik kan de lever klikken hoor. Doe ik wel. Ik gewoon gaan staan. Ik sta hier nog. Wat? Val naar beneden gewoon. Oké. Dat kan niet meer. Jawel, gewoon vallen. Ah, wat van dat was echt vaag. Neem trouwens niet te veel zooi, oké? We gaan niet in de aanvalpositie, oké? Auw. Ga in je bed, je weet hoe het werkt. Vernietig de spawners zo snel mogelijk. Ik doe het niet. Of nee, laat het vuur even aan. Zodat die mobs in de vuur gaan lopen. Ik heb geen pickaxe. Kan je die even maken? Die maak ik wel. Jij moet ook een houten pickaxe, maar... Ik heb wel 1 groen blok wol, jongen. Ah! Oh god, ga ik dood? Oh, zo zit... Ik, Wat had je in je inventory? 1 blok hout. Oké, dan is het K. Toch wel zonde, maar toch. Ik hoor zombies. Maakt niet uit. Oh mijn god, ze zijn zo luid. Ik maak... Nee! Jezus! Je bent echt dom, Olof. Alsjeblieft. Ik maak 2 pickaxes, oké? Okay? Ah, het ging echt hier, slecht. Hier, pickaxe, pickaxe, achter je. Op. Ik doe boven, jij doet onder. Onder is het makkelijkst. Ze zitten allemaal op het dak, zeker? Ja. 1. 2. Ja, jij hebt de makkelijke. Ja, want er komen geen monsters uit. Maar er komen ook geen varkens uit. Nee, we moeten trouwens niet agressief spelen. Niet net zoals vorige keer met Bastiaan. Oh my god, oh my god, oh my god, ik ga dood. Oh god. Want ik wil niet weer verliezen. Deze keer wil ik echt wel winnen. Je weet hoe het gaat naar Basic Engineering rushen. Ja. Nee! Ben je gevallen? Ja! Waarom? In dat oude gat weer. Maar ik al eerst in. Oh lof, echt waar. Echt noob. Maar ik heb er ook al 1 op het dak. Oh god, en ze zijn beneden allemaal op de grond. Oké, dan zijn alle spawners vernacheld. Dat is mooi. Dan kunnen we nu beginnen. Ga jij maar alvast blokken harvesten voor Basic Engineering. Dan ga ik zorgen dat we diamonds krijgen, oké? Okay? Auw. Ik heb... Wacht. Hier. Oh, ja, ik heb een houten... Ik heb wel een houten pickaxe, maar die hou ik zo. Steen.
Dan heb ik zo even. Dan hak ik wel gewoon dat hout, weet je wel. Doe dat, ga je gang. Kijk, nu moeten we echt rushen, maar zometeen. Kijk trouwens uit waar je loopt, hè. Zometeen hoeven we niet meer te rushen. Als we zo, want daarna moeten we echt voorzichtig spelen, oké? Niet in de aanvalspositie zoals laatst, want dan als we dan één keer terugtrekken. Daarom moet deze map eigenlijk 4 tegen 4, zodat één iemand altijd druk kan uitoefenen. Kaas! Olof, ga geen kaas zeggen. Verrader. Oh, ik kan er ook. Ik heb hout nodig. Ik kan er ook niet. Ik heb hier mag hout. Ik wat? Ik heb allemaal soorten hout. Ik wil gewoon één hout, geef het. Ah, wat voor. Ik kan er niet eens op komen, ik ben zo slecht. Ik heb echt overal 4 blokken hout. Geef mij nog maar, geef mij nog maar wat hout, zodat ik sticks kan maken. Meer, meer, meer. Ik wil vier hout. Ho, 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 dat is genoeg. Je moet het gebruiken om te bouwen, hè. Waar is engineering heen? De kant. Daar. Okay. Ik heb het een en het ander in de chest gestopt. Ik ga de ijzer halen. Zodra we bij basic engineering maken, zullen we dan onze chunk zo dicht mogelijk maken, zodat er zo min mogelijk gaten zijn. Ja. Dat is namelijk wel het fijnst. Ik hoop dat alles goed gaat en dat het normaal op YouTube komt, dit. Want ja, soms is er wel eens een foutje en dat moeten we niet hebben. Kan ik me niet veroorloven, want Russet Junk is een leuk spel. Heb ik trouwens ruis of achtergrondgeluid? Volgens mij heel erg licht, maar voor de rest niet echt super erg of zo. Oké, mooi, want daar heb ik echt geen zin in dat opeens mijn broertje of zo binnenkomt en tegen me gaat zitten lullen. Ja, zoiets heb ik ook al een keer gehad. Daar kan ik zo slecht tegen dan. Dan ga ik echt ragen. Oké, ik zie hun bed staat bovenop, zo makkelijk. Het is wordt echt een makkelijk doelwit. Eigenlijk heb je obsidian nodig en dan gewoon het hele bed om. Obsidian zit in alchemy, maar alchemy is het moeilijkst om te krijgen. Zullen we gewoon proberen om ze alle drie te halen? Want als we obsidian hebben, dan zijn we sowieso veilig, hè? Ja. Oh. Dat duurt best wel lang. Ja, als je het goed doet, we moeten er wel voor zorgen zo dan dat niet ons huis of ons chunkje afbrandt. Dus we moeten een klein muurtje plaatsen. Ja, dat is waar. Dat weet ik nog van de vorige keer. Moesten we dus wel gaan aanvallen. Ik heb meer dan een stack ijzer, dus ik maak even een pickaxe. Gebruik trouwens niet al die pijlen, die hebben we echt nog nodig. Ik heb geen enkele pijl mee. Ik wel. En ik heb ook wat eten. Ik ga nu de diamonds halen. We hebben al diamonds. Ik ben benieuwd hoe het aan hun kant gaat. Hun nemen niet op. Dit zijn trouwens Dylan. Oh, ik ken er. Dit zijn trouwens Dylan en Christian. Dylan, die kennen jullie vast wel als jullie de video's hebben gekeken. Maar Christian, ja, dat is gewoon een vriend van ons ook. En hij speelt ook heel veel Minecraft. Hij gaat waarschijnlijk ook op de PvP-server een eigen team maken in zijn eentje. Maar dat moeten we nog even zien. Jeffrey, ik heb het. Heb je de loot? Zijn er geen monsters? Jawel. Oh god, moet ik helpen? Nee, ik ben er al. Oké, mooi. Stop het in de chest en maak de chunk een beetje dicht, oké? Ik heb al heel veel diamonds, dus ik stop ze even in de chest. Oh mijn god. Naar de ijzeren deuren, die kunnen we ook om het bed heen. Oh ja, dat is wel een nice idee. Ja, we kunnen ook een trap maken of zo. Het is jammer dat je niet meerdere bedden mag hebben. Ik pak even de diamonds van dat. Ik zie Christian wol hakken. Dus ik ga op hem zitten schieten. We hebben 40 diamonds nu. Ja, zoiets ja. Ik heb er nog meer hoor. Er komen er nog veel meer aan. 40 is namelijk nooit genoeg. Waarom gaan er geen leven? Oh, waar? Waar moeten we nu heen? Armory. Die is makkelijkst. Met stone slabs of bricks? Maar stone slabs. Waar zit de armor in? Een van de kanten. Ja, maar dan kunnen ze ons raken. Dat maakt toch niet uit, dat doen ze toch niet. Volgens mij is Dylan hier echt heel slecht in. Ik zie Dylan hakken naar onze kant, zeg maar. Die blokken hakt hij weg. Dus ik ga een beetje rennen, pijlen schieten ofzo. Hopen dat ik raak, zal wel niet. Je moet eigenlijk voor afleiding. Wow. Ja, ik
Hun chunk is gewoon doormidden. Ja, ze hebben dat weggehaald. Ze hebben blokken nodig. Hoe heb jij dat gedaan? Hout of zo? Ja. Dat is veel slimmer. Hun hebben nog geen, dus denk ik dus nog geen diamonds. Zal ik de chunk wat dichter maken dan trouwens? Even. Yes, je zou me echt gewoon goed helpen als je even kan helpen met die spinnen. Oh, is goed, ik kom eraan. Ik zal eventjes een ijzer zwaardje maken, zodat we... Jij ook? Ja. Oh, nu hebben we 1 iron ingot over en een stack. Jeffrey, ja. Doe dom met deze slabs. Want? Omdat dit nou blokken zijn, ik had ze beter door midden kunnen doen. Maakt niet uit. Pas dan maar op achter je. Oh. Ik heb hem. Kan je hem even daar plaatsen hier? Ja hoor. Beetje. We moeten er zorg dat je het daar blokt, zodat ze de skeletten niet kunnen schieten. Oké? Okay? Weg. Zo, dat was echt een lucky. We moeten ze gewoon afschieten en we kunnen ook proberen van bovenaf, want die skeletten kunnen je niet van bovenaf raken. Ik heb geen pijlen meer. Ik ga even wat pijlen halen. Oh, hier heb je trouwens je zwaard. Achter je. Rambolers. We gaan dus ook eerst naar de armory. Uh-huh. Dat is dom. Oh, screenfries. Maar het is oké. Okay. Oh, wacht. Oh, nee, dat was echt zo'n... Wat ging ik ook weer halen? Oh ja, blokken. Ik wil wat blokken. Er is hier ook wat wol. En wat pijlen. Zo. Even kijken waar ik spring. Gaan we via boven? Ja. Zal ik bouwen of niet? Nee, dit gaat wel, maar ik weet. Ik weet niet of je dat weet. Ik heb dit eerder. Godverdomme, dan moet ik ze gaan vermoorden. Oppas zo nog. Ik schiet wel een beetje skeletten dood, oké? Want de loot die we hiervan krijgen is sowieso deze pijlen die ik schiet waard. Jeffrey, dit gaat zo wel goed, maar hoor. Nog, ik schiet op ze. Ga aan de kant. Aan de kant. Er staat daar bovenop ook een creeper. Zou ik die even afschieten? Ja, inderdaad. Oh, dan blok je mijn schot. Zo. Ja, we zijn nu bij Basic Engineering. De spinnen komen je halen. Nog een paar blokjes. Maak ook een klein trappetje naar beneden, hè? Oké, wacht. Ik hak dit wel weg, oké? One at a time. Oké, we hebben geen spinnen meer. Oh god. Oh, sorry. Hak niet die ene sleppen. Oh, god. Hakken. Ik leef nog. Ik ga dood. 1 schot nog. Oh, zo close. Zorg dat de spinnen... Jij lul. Jij bent echt een lul. Ik wil mijn spullen terug. Ja, die krijg je zo. Dat was echt niet mijn bedoeling. Nee. Hoor jij nu een schuurmachine op de achtergrond of zo? Nu niet meer, laat maar. Heb je de loot? Ik wil alle loot oppakken. Fuck jou. Mij. Oeh, ijzerblokken. Ik kan gewoon niet meer bij mij. En we hebben lekker veel zand. Yes. En al deze XP glitchte. Oh, ik zie daar meer loot van mij. Ik breek de chest even. Dan hebben we ook weer een chest erbij, zeg maar. Hé, hey, je hebt mijn pickaxe en mijn zwaard of zo. Oh ja, ik zie het. Dit is jouw zwaard en dit is jouw... Hier liggen nog allemaal slabs en zo, maar die zijn denk ik uitgeglitcht. En mijn eten is uitgeglitcht, blijkbaar. Ik zie... Ja, die heb ik maar. Hier. Nee. Nee, dat heb ik dus niet. Oké, nu moeten we dus even hier uitgraven. Jij hebt de bouwblokken. Hoor je nu een schuurmachine? Ik maak wel even een stack sandstone, oké? Of zal ik wat... Nee, ik hou nog wel wat zand over. Bouwen, bitch. Ik kan niet bouwen hier, wat is dit voor nou? Waarom doet...
Huh? Waarom deed hij dat? Oh, hij was gevallen. Dat is Christian's tactiek. Hij viel en dan gaat hij dus uitloggen. Niet meer doen, Polen. Stout. Ja, wat? Dan is hij dus aan het vallen en dan tp't hij dus onderweg naar Dylan. Ja, dat is gewoon dat, cheaten. Dat is bijzonder. Het staat op YouTube, cheater. Ik heb heel veel loot. Oh, ze zijn nu bij, niet bij Armory, maar bij... En, ze zijn bij de Blazers en ze hebben geen muurtje gebouwd. Ik stop al mijn zooi even in de chest. Die gaan zo... Oh.